En hoe beviel de rit in een Lee? Heerlijk, het was echt fantastisch. Hij rijdt heel erg lekker licht, draait goed, trekt ontzettend hard op. Ja, super. Elektrisch niet voor de eerste keer volgens mij, hè? Voor mij is het niet de eerste keer dat wij elektrisch genieten, nee. Hoe bevalt het over het algemeen? Het bevalt prima, zolang je rekening houdt met de actieradius. We staan bij Tom, Tim, Coronel. En even een vraagje. Elektrisch rijden. Tim, jij hebt dat alles gedaan. Duidelijk, want je zit dus op jouw elektrische auto. Vertel eens, hoe ben je daaraan gekomen? De eerste keer jouw ervaring met elektrisch. Ja, magisch, leuk. Hey, je hebt heel veel koppel, hè? Dus een duin wordt ineens geen duin meer. En ik ben het scheppen echt zat. Dus dat komt goed uit nu. Ja. Tom, hoe zit jou met elektrisch? Ja, je wordt toch altijd wel een beetje verbaasd als je ziet wat het elektrisch rijden allemaal kan doen. Laatst hebben we inderdaad ook elektrisch gereden met twee lotsen. Eén benzine, één elektrische. Nou, die elektrische was gewoon drie keer sneller. En om heel eerlijk te zijn, een coureur wil natuurlijk ook een beetje geluid hebben. Maar uiteindelijk wil je gewoon in de snelste auto zitten. En dat was in dit geval de elektrische. Dus we worden steeds enthousiaster.